Het trapezium. Dit is een gemene. Want er staat namelijk A, B is C, D. En de trapezia die je kent, die zijn of zo, of zo gelijkbenige trapezia. Dus er zit hier een gemenigheidje in. Ga ik zo laten zien hoe je dat oplost met een goede schets. Dat is even voor zo. Dit is alleen 11a. Want 11b is een compleet andere vraag eigenlijk. Dat is een vliegje tekenen. Dus ik ga dit nu laten zien. En je moet hier eerst een schets maken. Dit gaat ook bijna niet zonder schets. Dus hier moet je echt een schets maken. Nou, ik moet daar wel iets over vertellen. Jullie zijn tot nu toe gewend dit soort trapezia te tekenen. A, B, C, D of zo. A, B, C, D en dan waren die gelijk en die gelijk, zeg maar eventjes, hè. Dat is wat jullie gewend zijn. Maar er staat nu A, B is C, D en dat is lastig, want dan moet je dus deze twee aan elkaar gelijk maken. En heel vaak krijg je dan ook het antwoord, ja, dat klopt niet. Hoe moet dat dan? Nou, wat je nu dus kunt doen, is dat je zegt, nou, ik begin met A te tekenen. Ik begin even met A, B te tekenen. Eén schets, hè? A, B. Nou, als ik A, B heb getekend. Oh, dat mag helemaal niet zo dik. Dat mag helemaal niet zo dik. Maar dan ben ik niet tevreden. Dan ga ik hem netter maken. Maar dat kan ik eigenlijk niet doen. Zo. Als ik A, B heb getekend. Dan ga ik even kijken. Oké, die is 3 centimeter. En dan ga ik nu kijken. Oké, ik heb deze getekend. Die A, B. Maar die moet. Ja, die A, B moet even lang zijn. Zometeen als CD. Nou, dat teken ik eerst gewoon even hoek A. Schets ik eerst even hoek A. Nou, dit is ongeveer een hoek van 120 graden. En dit is D. Nou, AD staat erbij, is 2 centimeter. Die heb ik dus al te lang geschetst. Want ik heb hem langer geschetst dan daar. Dus dan weet ik, oh, die moet korter. Zo. Wat kan ik nu doen? Nu weet ik ook dat AB gelijk is aan CD. En je weet ook dat dus hij zo gespiegeld moet worden. Dus, hè, want een trapezium kun je zo spiegelen. Dus ook in je schets kun je er al rekening mee houden. Dus A, B, C, D. Nu klopt het. Nu zijn deze even lang. Nu zijn deze even lang. Kijk maar. In je schets ook. En deze is 2 centimeter. En hoek A, zet ik even zo erbij, is 120 graden. Je kunt hem nu zo tekenen. Maar wat is nu handiger? Kijk nu eens als je het eens even draait. Als je nu, want deze waren fout, hè? En, maar wat nu als je hem draait? Geef hem eens een tikje hier tegenaan. Dan valt hij eigenlijk zo neer. D, A. En dan kun je hem gewoon hartstikke lekker tekenen. Deze is dan 2 centimeter. Deze is dan 3 centimeter. En deze is 3 centimeter. Want we hebben hier een tikje tegenaan gegeven. En dan valt die D dus hier naar beneden zo. Zo. En dan krijg je dus D, A, B, C. En dan gaan we dus hier kijken. Deze zijdes, die zijn evenwijdig en deze zijn even lang. En dan is hoek A 120 graden. Als je nu zo gaat tekenen, dus voor schets is dit voldoende. En zo pak je ook de schets aan. Teken eerst A, B, teken hoek A. Ga dan kijken, hé, wat zie ik nog meer. Dit is wel een hele lastige voor op de toets, hoor. Meestal pakken we op de toets niet zo'n hele gekantelde. Maar ja, het kan wel. En dan krijg je dus. Dit is nu eigenlijk hoe je hem gaat tekenen. Dit is je officiële schets, zou je kunnen zeggen. Nou, wat moet daar nog in? Daar moeten de tekentjes in van gelijke hoeken. Gelijke lijnen. En natuurlijk niet te vergeten van evenwijdigheid. Dit is een bende geworden, maar hier kun je hem ook zien, hè? Nou, dus de truc is voor je schets hem eerst even zo te schetsen. Maar als je hem tekent, kun je best zeggen. En eventueel maak je nog gauw een schetsje erachteraan. Dat is in principe zo gebeurd. Waarbij het idee, waarbij hem hier even zo naar beneden tikt zo. En dat hij zo plop, 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 plop. Dat de D zo ook op de grond ligt, zeg maar even simpel. Nou, nu begin je dus met AD te tekenen. AD. Oh, dat mag helemaal niet zo. Oh, erg. Oh, erg zin. Dat kan niet zo. Even met een lijn. Ik zat nog een beetje te veel in het schetsen. Dat teken ik hier. Een lijn van 2 centimeter. Het wordt echt een priegeltrapezium, hoor. Dus ik ben niet zo gelukkig met die maten eigenlijk. Op de toets doen we dit niet, want het is bijna niet te tekenen. Nou, let nu goed op. Je begint hier nu met de A. Nee, want de A zat hier. En we hebben die D naar beneden getikt. Dus je begint hier met D. En dan de A. Nakijkboekje doet het anders. En ik ben het niet eens met nakijkboekje, maar dat is iets anders. Dan gaan we van A die hoek tekenen van 120 graden. Nou, dat doe je met geodriehoek. Dus dan pak je geo. Hoppa, daar is die. Zo. En die leg ik zo weg.
Nou, wat moet ik nu doen? Ik moet de hoek tekenen van 120 graden. Dus dan kom ik daaruit. Hoe lang moet die zijn? Hij moet 3 hokjes zijn. Nou, bij mij is dat lastig te doen, want mijn geodriehoek komt niet overeen met het aantal hokjes. Dus wat je hier kunt doen, wat ik doe en wat de meeste wat ik bij jullie ook zie, is gewoon heel druk tekenen. Je kunt zeggen, nou, ik teken hem terwijl ik die hoek zo teken, pak ik al meteen 3. Je kunt ook zeggen, nou, ik teken hem heel dun. Dat doe je het echt wiskundig heel goed, heel dun tekenen. En dan pak je je geodriehoek. Deze heb ik zo meteen nog nodig misschien. Nee, niet meer nodig. Zo, dan pak je je geodriehoek. Of je passer. Dit hoeft niet per se bij passen. Dit mag je nog met geo doen. Als je geen hoek hebt gekregen, ja, dan heb je geen keuze. Dan moet het met de passer. Zo. En dan gaan we zo opzij. En nu pak ik 3 hokjes ertussen. En nu weet ik dat op deze cirkel liggen alle punten die 3 hokjes van A af liggen. Dus dit is precies de lengte van 3 hokjes. En dan kun je hem dus tekenen. Oh, het is wel heel dun, hè? Wacht eventjes hoor. Je doet natuurlijk wat je geo doet even zo. Zo. Nou, dan weet ik dat daar B zit. Want AB is 3. Hoppa. Ik had dit even een beetje weggummen. Zo. Nu kun je heel makkelijk gebruiken dat AD evenwijdig is met BC. En hoe lang die is, ja, dat weet je niet. Dus je tekent gewoon hier evenwijdig, weer heel dun, een lijntje. Zo. En nu kun je doorgaan met spiegelen. Je kunt zeggen, nou, ik ga gebruik maken van spiegelen. Deze is 2,5 hokje ongeveer, dus deze is ook 2,5 hokje. Dat mag, want het is een gelijkbenig trapezium. Een andere manier is, en die werkt ook als je een andere maat krijgt, als die niet gelijkbenig is. Oh, wacht even, dat is even te veel. Zo. Je ziet ook dat CD3 is, dus ik kan weer mijn passer pakken. Dus of je doet met spiegelen, of je doet met je passer. Je pakt weer 3 hokjes tussen je passer. Zo. Maar nu vanuit D, en nu ga ik een cirkel tekenen. Zo. En die cirkel die ik nu teken, niet hier laten tekenen, hè, want dan... Oh, wacht, ik teken niet verder door. Ik zeg het juist verkeerd. Zo. Ik wil zeggen, niet hier tekenen, want dan krijg je parallelogram. Ik zei het verkeerd. Zo. En wat krijg je nu? Nou, je hebt hier een snijpunt en hier een snijpunt. Allebei zijn die stukken 3 centimeter. Maar stel, ik zou hem hier tekenen, dan krijg ik een parallelogram. Dus ik moet hem zo tekenen. Nou, en dat is het fijne van dat je weet ook dat je hem kunt spiegelen. Hè? Dat maakt het makkelijker. Kijk, en dan teken je van hier naar dat snijpunt. Want je weet van punt C, hij moet op deze lijn liggen. Maar hij moet ook 3 van D af liggen. Dus kan het niet missen. En dan zet je hier de C. En nu kun je hem helemaal tekenen. Nou, ik vind dat het nakijkboekje het niet te goed heb gedaan. Dat ga ik straks ook laten zien. Kijk, nou, wat moet hier nog bij aan tekens? Je moet nog bij aan tekens dat deze hoeken gelijk zijn, dat deze hoeken gelijk zijn, dat deze zijdes even lang zijn en dat deze zijden evenwijdig zijn. Dan teken ik vervolgens hier nog eventjes in de symmetrieas. En dan ben je klaar. Nou, wat doet nu het nakijkboekje? En ik zal de mijne even naast pakken, dan kun je het beter zien. Het nakijkboekje doet het als volgt. Die tekenen hem zo. En zij gaan dus, sowieso hebben ze geen tekentjes gezet. Maar zij gaan, voor mij vind ik, ik moet even mijn collega's vragen wat zij ervan vinden. Dat had ik willen doen, ben ik vergeten. Kijk, het is altijd tegen de klok in met de letters. Dus A, B, C, D. En wat doet zij nu? Zij doen A, B, C, D. In principe maakt het voor je tekening niet uit. Maar ik vind het gewoon tegen de wiskunderegels ingaan. Het is niet fout, maar ik vind het ook niet echt goed. Ik zie nu wel trouwens dat ik vergeten ben de maten erbij te zetten. Dat doet het boek wel goed. Dat hebben ze echt goed gedaan. Hier moet nog bij 2 centimeter. Hier moet nog bij 3 centimeter. Hier moet nog bij 3 centimeter. En hier moet nog bij 120 graden. Oeps. Hoop maar dat iedereen het afkijkt, anders dan mis je die stap. Oké, nou.
Dat was hem dus. Dus ik reken dit niet fout op de toets, maar ik ben niet laaiend enthousiast. Nu doe je het veel wiskundiger beter. Wel lastiger, het is makkelijker. Nou, ik hoop dat je het wel aan gehad hebt, ook met hoe maak je een schets. En ik zie je weer in de les. Tot de volgende keer. Doei!